Ik ben Rianne Cusé Hoogveen. Ik ben 60 jaar. Ik ben getrouwd en ik heb een dochter van bijna 20 jaar. Mijn moeder was sportdocente. En sport was heel belangrijk bij ons in het gezin. Dat werd heel erg gepusht door mijn moeder en haar broer, die ook sportdocent was. En dat heeft voor mij als gevolg gehad dat ik een heel erge aversie tegen sport heb ontwikkeld. Mijn dochter die heeft een milde vorm van autisme. Die houdt niet van contactsporten. En door mijn aversie tegen sporten heb ik dat eigenlijk ook aan haar overgedragen. Waardoor ze eigenlijk ook niet sport op school, heb ik haar altijd onder de lessen uit weten te wurmen. Dus ja, het is niet goed, maar het is wel zo gebeurd. De omstandigheden waren er niet naar dat ik het anders kon doen. Ik had de financiën er niet voor. Ik had het vervoer er niet voor. En ik had er geen ruimte voor in mijn hoofd. Ik was alleenstaande moeder. Ik heb moeten vluchten voor de vader van mijn kind. Dus ik had al heel veel ballen in de lucht. En dan is sport niet iets wat bovenaan het lijstje staat van dingen die je moet doen. Sporten en bewegen betekent voor mij dat ik voor nu een schuldgevoel heb. Omdat ik weet dat het beter is om wel te bewegen en te sporten. En ik doe dat niet. En als ik 80 wil worden, dan zal ik zeker eigenlijk nu aan de bak moeten met sporten, bewegen en afvallen. Ja, waarom ik niet naar sportvereniging ga? Sowieso ben ik ook niet van, ik hou niet zo van teamsporten. En dan daarna bij die teamsporten is het ook altijd nog gezamenlijk douchen. Daar hou ik ook niet van. En als je er geen geld voor hebt, dan is zo'n, wat ze dan derde helft noemen, is dan helemaal al, daar heb je gewoon geen geld voor. Ja, ik ben naar de sportschool geweest. Nou, dat heb ik niet zo heel lang gedaan, want er stonden allemaal van die jongens met van die hele grote spierballen. En ja, dan voel je je als oude vrouw met overgewicht in je eentje. Dan voel je je niet tussen thuis, je voelt je geïntimideerd, je voelt je dik, je voelt je lelijk, je voelt je dom, want je weet niet hoe al die apparaten werken. Dus ja, daar ben ik ook mee afgehaakt. Wat me zou helpen, dat zou een buddy zijn die naast me staat. Die me niet veroordeelt dat ik geen conditie heb of dat ik overgewicht heb. Dat die me niet uitlacht omdat ik niet weet hoe al die apparaten werken. Maar, en die mij enthousiasmeert en meetrekt in de sport. Iemand met kennis van fysieke gesteldheid sport. Dat zou mij helpen. Wat je in het verhaal van Rianne hoort, is dat het niet één belemmering is waardoor ze niet gaat sporten of bewegen, maar dat het een combinatie is van meerdere belemmeringen waardoor ze niet is begonnen. Hierbij kun je denken aan geld, geen geld voor de sport of voor andere zaken zoals kleding. Ook ervaren gezondheidsproblemen zijn vaak een drempel. En daarnaast is het voor veel mensen in armoede moeilijk om een fijne plek te vinden waar ze zich thuis voelen en op hun gemak kunnen gaan sporten of bewegen. Ook zie je als een ouder zelf niet sport of vroeger heeft gesport, dat het kind ook vaak niet gaat sporten en dat het ook lastig is om dan met een sport te gaan beginnen. Dus het is nodig dat we verder kijken aan de financiële drempel, die vaak door een regeling weggehaald kan worden, maar dat we ook kijken hoe we de andere drempels weg kunnen nemen.